Ja, kijk eens, en hij zit naast mij, Mr. CJV, want zo wordt hij hier genoemd. Rob, van waar die titel? Weet ik niet. Misschien te maken dat ik al aardig wat jaartjes meegaat naar Leusden. En nou, op een gegeven moment is er altijd iemand die het langste meegaat. Ja. En die wordt dan gelijk betiteld als dat ouwetje en Mr. CJV, maar dat is niet zo natuurlijk. We beginnen met Jan Visser en Friends. Vanavond is het Rob van Waas Memorial Concert. En dat betekent spanning hier in de Margriethal bij alle mensen die aan het voorbereiden zijn. En zeker bij Yvonne Baks. Yvonne, goedenavond. Goedenavond. Nou, het is weer zover, de derde versie. Je was 2 weken geleden bij mij het radioprogramma op een zaterdagochtend. Dan ben je nog relaxed. Ik fietste vanochtend vroeg naar school. Ik zag je aan de ingang staan, voor achter al. En dan begint het, hè? Dan begint het zeker. Ook de spanning, hoor. Dat kriebeltje in je buik is dan daadwerkelijk aanwezig. Maar ja, nu gaat het beginnen. Dus ja, zoiets van, kom op. We gaan. Vertel even aan de mensen de voorgeschiedenis. Waarom wordt dit door jou georganiseerd met heel veel andere mensen? Ja, waarom? Het uitgang was inderdaad het overlijden van mijn man. En Footloose die wilde daar iets, ja, een benefietconcert aan vastkoppelen. En dit is dan het derde jaar. Dus het is eigenlijk meer dat het nu is een muziekavond vol gezelligheid voor een goed doel. Dat is de uitgangspositie. Je zegt zelf al voor de derde keer. De eerste keer dan denk je van, nou, dat is een eenmalig spontaan gebeuren. Was het dermate succesvol dat jullie dachten van, nou, hier moeten we mee doorgaan? Ja, we waren toen met 80 man en er waren een heleboel die zeiden van, ja, maar daar had ik bij willen zijn en helemaal geweldig. En ja, toen hebben we het vorig jaar in 2007 hebben we het dan voor 350 man gedaan. Ja, en een heleboel mensen hadden zoiets van, nou, het lijkt wel een reunie. En nou ja, muziek geweldig, die bands allemaal, hè, belangeloos optreden. Ja, toen hadden we zoiets van, nou, we gaan het nog maar een keer doen. Jullie hebben overigens wel een bekende achterban, hè, want jullie treffen elkaar in een andere gelegenheid ook vaker. Ja, ja, wij zijn eigenlijk een vriendenploeg die ook zowel bij het CFV, Vonk en ja, HBSS komen ze ook allemaal bij elkaar. Dus ja, we kennen elkaar wel in en in en door en door. Ja. Goeie doel, wordt er door jou bepaald? Ja, ja, dat mag. En op basis waarvan doe je dat? Nou, sowieso, ik denk wat normaal mensen ook zouden doen in je omgeving. Wie wat heeft en waar je mee bekend bent of waar je van houdt. Maar ik moet eerlijk zeggen, met diabetes was eigenlijk, daar wordt niet zoveel reclame voor gemaakt. En, of althans, je hoort er niet zoveel van. En ik had zoiets van, nou ja, er zijn er zoveel onder ons waarvan we het eigenlijk helemaal niet weten, die suikerziekte hebben. En toen dacht ik eigenlijk, nou, dat lijkt me een heel mooi streven. Nou, aan publiciteit heb je niet te klagen gehad, want welk medium je afgelopen week in Schiedam ook opensloeg. Je kwam jouw gezicht wel tegen of je stemgeluid. De bandjes vanavond, hoe kom je daaraan? Nou ja, sowieso Footloose natuurlijk. En dan is het gewoon eigenlijk ook, ja, vragen aan mensen van, joh, hoe vind je dit? Je legt het uit waar het voor is. Sowieso dat het voor een goed doel is, dat is natuurlijk, dat trekt ook mensen. En ja, door. Vragen, kijken. Fred Fucking is er altijd heel erg mee bezig ook. Ja, en mensen vinden het ook gewoon leuk om hier aan mee te doen. Gewoon, ja, sorry. Nee. Wat is jouw emotie vanavond? Toch de opbrengst, het goede doel, toch de momenten die op dat moment weer even bij je terugkomen? Ja, ik heb natuurlijk wel wat met nummertjes die ze hier zingen of ja, spelen. Maar ja, de uitgangspositie moet sowieso zijn. Een hele leuke avond vol met muziek, voor een goed doel. En natuurlijk zitten er altijd momentjes voor mezelf. En ook voor diegenen die Rob gekend hebben, zitten altijd momentjes aan vast. Niet per se vanavond, ja. Maar gewoon over het algemeen. Ik bedoel. Wanneer men jou 3 jaar geleden had gezegd dat jullie nog eens hier in de Margriethal een daverend concert zouden geven, die had je toen de tijd voor gek verklaard. Ja, die had ik echt wat water gegeven van, joh, drink maar even op, je moet even bijkomen. Maar dit had ik niet verwacht, nee.
Ik ga je voor vanavond een hele bijzondere avond wensen. Ik hoop dat je er vreselijk van geniet. Goede doel wordt sowieso binnengehaald. Er zijn al heel veel kaarten verkocht. En laat Schiedam vanavond maar zien wat een goede feestavond is. Ik wens je heel veel plezier. Nou, kijk eens, we zijn even uit de zaal gestapt. Onze eigen Ingrid uit Schiedam, die heeft net gezongen. Maar dat is goed voor je oren. Maar je moet ze dan ook wel weer daarna even rust geven. Naast me zit Jan Koning, hij is van het Diabetesfonds. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat moet toch voor jullie als goede doel toch altijd een warm gevoel geven. Ergens in de stad in Nederland word je uitgenodigd. Daar wordt een optreden gegeven. En de opbrengst gaat naar jullie toe. Is dit gebruikelijk of is dat toch wel vrij uniek? Nou, het is heel uniek. In die zin van, nou, gebeurt wel vaker dat er inzamelingsacties zijn of sponsoracties of wat heel veel gebeurd zijn op het gebied van sportiviteit, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. Maar echt zo'n benefietconcert, dat is wel uniek hoor. Ja. Ja. Even voor de mensen die weinig van het diabetesfonds weten, waar halen jullie precies geld voor op? Wij halen geld op voor onderzoek, 75% gaat naar onderzoek, voor onderzoek tegen diabetes. Hè? En 25%, ongeveer 25% gaat naar voorlichting.
Is het dan zo dat je hebt dan de bekende donaties, hè? Dat is de straatdonatie, dat zijn de girootjes. Ik heb wel begrepen dat daar langzamerhand een soort kentering in komt, hè? Want die girootjes, dat is een vrij dure zaak voor jullie als organisaties. Girootjes is duur. We zijn een collectefonds, dat betekent dat wij inderdaad langs de deuren gaan. Dat blijft redelijk stabiel, maar daarnaast krijgen we steeds meer inkomsten van zulke soort acties. Ja. Merken jullie uiteindelijk na zoveel jaar van inzamelen en geld besteden dat er resultaten geboekt worden? Op het gebied van onderzoek? Ja, zeker. Zeker. Ja. Wat een heel veelbelovend onderzoek resultaat is op dit gebied is transplantatie van die eilandjes, wat we noemen de eilandjes van Langerhans. Ik zal het niet al te ingewikkeld maken, maar daar worden resultaten geboekt. Veelbelovende resultaten, maar helaas het zijn kleine stapjes, maar het ziet er wel heel veelbelovend uit. Ja. Mensen houden altijd een soort, niet wantrouwen, maar zijn altijd heel voorzichtig met fondsen. Wat is nou eigenlijk toch, zouden jullie de ideale werkwijze vinden om geld in te zamelen? Oeh, dat is lastig. Ik heb geen ideale werkwijze. Moet lekker... Er wordt eigenlijk soms wel eens gezegd van, eigenlijk moeten de mensen dat niet betalen. Dat moet gewoon door de regering betaald worden, dat soort goede doelen. Ja, dat zou kunnen, maar aan de andere kant, mensen hebben geen verantwoordelijkheid, vind ik. En natuurlijk ook van, wat ligt bij je hart, waar ligt je ziel? Dat is heel erg belangrijk, denk ik. Is het nou zo dat jullie relatief meer geld krijgen van mensen die daar zelf mee te maken hebben, met dat diabetes gebeuren? Dat is gewoon zo, ja. Mensen die het of hebben, of iemand in een omgeving, een kind, of een familielid, of een collega. Ja, dat scheelt heel veel, ja. Houden die fondsen elkaar nou in de gaten, qua opbrengsten? Ja, ik wel, ja. Collega's, hè. Dus ze zijn collega's, maar ook je houdt elkaar wel in de gaten. Hoe doen ze het? Waarom? Hoe doen ze het? Welke methodes gebruiken ze? Ja, dat houden we. Nou, jouw werk is om het hele land door te trekken, om overal de munten mee te nemen. Het wordt wel laat vanavond, maar ik heb al een tipje van de sluier gezien op dit Memoriam Concert van Rob van Waas. Maar het schijnt wel een warm bedrag te worden. Het is een heel warm bedrag. Ik word er heel blij van. Ja, echt waar. Echt waar. Je gaat in ieder geval niet met lege handen naar huis. In ieder geval nog veel plezier vanavond. Dankjewel. Jullie ook. Ja, kijk eens, een bijzondere gast vanavond hier in Schiedam is Danny Lademacher. Nou, dat is het nadeel. Je wordt altijd weer gelijk geassocieerd met mensen waar je vroeger mee speelde. Maar de man treedt gewoon nog op. Danny, goedenavond.
Goedenavond. Welkom in Schiedam. Je wordt gevraagd voor een in memoriam concert om mee te spelen met diverse gelegenheden. Gebeurt dat vaker of is dat wel vrij uniek voor je? Nee, dat gebeurt helaas vaak. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Het is niet leuk. Nee, het is leuk om te spelen, maar de reden waarom is niet leuk. En ja, meestal als ik tijd heb, dan doe ik dat met plezier. Dat klinkt ook weer, het is dubbelop. Maar ja, ik bedoel, als ik iets kan doen, dan doe ik dat. Ik ga even met je terug in de tijd. 1983, Schiedam, er stond een grote circus tent. Daar trad op Herman Brood. Met de hele formatie Wild Romans. Ik zag daar een jonge god Danny Lademacher staan. Ik zag daar een Herman Brood staan die alleen nog maar naar binnen en naar buiten gerold kon worden. Je hebt dat hele circus meegemaakt. Wat voor sporen heeft dat nagelaten? Nou, het is niet voor niks dat ik gebleven ben. Omdat ik had mijn twijfels in het begin. Nou, ik kwam dus in een band. Nou, die band is eigenlijk niet zo bekend. Dat was de eerste Broodband. Met de mensen die allemaal helaas overleden zijn. Ook heel triest, maar goed, het is niet anders. En ik kwam uit België. Een soort brave studentico's, langharig juppie. Maar ik had het gevoel dat dit is echt krankzinnig. Er zit zoveel in, maar het komt nog niet helemaal uit. Maar ik heb nooit ook van mogen dromen dat het aan mij was om... Het was ook niet aan mij, maar is een vonk. Het is gewoon, het was een hype eigenlijk, hè? Ja, dus voor we het wisten. We hebben in anderhalf week de hele Spritzalbum geschreven met z'n twee. En het ging zo als een speer. Nou was het zo dat, het was wat je zegt, een hele hype in de jaren 80. Ik heb dat meegemaakt, toen kregen die hele punkbeweging. Het was ook ineens weer over. Herman Brood stapte daar ineens weer uit en die ging allerlei andere dingen doen. Wat is er daarna tussen, zeg maar, halverwege de jaren 80 en nu, wat heb je zelf in die tijd gedaan? Nou, in feite heb ik ik heb twee periodes met Herman gehad. Ja. De eerste was tot iets van 81. Toen heb ik In A Sleeve gedaan met Emile en Tex samen. Wat een heel fijne band was. Ik heb met geweldig muzikant mogen spelen, met Robert Jans Tips. Noem maar op, Harry Hartold. Het was gewoon een défilé van absoluut topmuzikant. En ja, dat was mijn band eigenlijk. En dat heeft redelijk, we hebben redelijk gedraaid mee, maar... Ja, om te zeggen, dan, kijk, het was geen André Hazes en het was ook geen Herman Brood. En op een gegeven moment zijn we ermee gestopt uit, niet financiële reden, maar het was meer dat iedereen wilde op een gegeven moment andere dingen doen. En de tweede periode was eigenlijk als band misschien nog beter, kwalitatief dan. Maar dat weten eigenlijk bitter weinig mensen van. Jullie zijn geloof ik ook nog tussendoor even in Amerika geweest. Dat was een beetje dubbel verhaal, hè? De eerste tour in Amerika, dat was met de eerste band. Dat was eigenlijk absoluut fantastisch. Ik zeg ik omdat ik de muziek schreef, maar doet er niet toe. Wij zijn tot 17 in top 100 met Saturday Night gekomen. Dat is geen shit. En ondanks het feit dat de Nederlandse pers gewoon wilde en bleef zeggen... Oh, die tour was een mislukking. Helemaal niet waar. Het was geweldig. Die enige klein... na de dieptepunt was de laatste optreden toen Herman dronken was en geen speed had. En gewoon in het publiek gevallen is. En dat was het. Even afrondend naar nu. Is er nog plaats voor een ouderwets rock'n'roll leven zoals we hier nu achter de schermen zien? Mensen die inpluggen, meespelen? Of zeg je van die hele wereld van muziek is toch wel heftig veranderd?
Het is heftig veranderd, maar gelukkig de rock and roll blijft. Ja. Absoluut. Ik, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik ga vanaf september ga ik tour met mijn band Paris Dandies. En nou, het ziet er echt helemaal, het ziet er heel goed uit.